Marcel Wanders heeft voor het nieuwe KLM Tableware een polystyreenbakje ontworpen. In KLM World Business Class wordt het gebruikt voor salade en bijvoorbeeld yoghurt en het komt in plaats van het porseleinenbakje. Het polystyreenbakje is natuurlijk veel lichter en zorgt voor gewichtsbesparing, maar het wordt maar één keer gebruikt en daarna weggegooid. We zijn daarom op bezoek bij Suzanne de Vos van TNO. Suzanne heeft voor KLM onderzocht welk bakje minder milieubelastend is. Het polystyreenbakje of het porseleinenbakje. Suzanne, jij hebt de milieu-impact van deze twee schaaltjes gemeten. Hoe heb je dat gedaan? Als we de milieubelasting van twee producten gaan vergelijken, dan doen we dat altijd over de hele levenscyclus heen. En we kijken hoe het product gebruikt wordt, dus in zijn functie. Oké, in dit geval het vliegen aan boord. Ja, KLM gaat deze kommen gebruiken op de intercontinentale vluchten. Dus het vliegen dat nemen we mee in de berekening. En ook het aantal kommen dat KLM jaarlijks nodig heeft. Kun je ons kort meenemen naar de levenscyclus van deze twee kommen? Ja. In een levenscyclus dan kijken we altijd eerst naar de grondstofproductie. De keramiekkom wordt van klei gemaakt. Polystyreen komt uit olie. Dan worden de kommen gevormd. En als ze eenmaal klaar zijn, van de fabrieken naar de luchthavens vervoerd, waar KLM op vliegt. Dan gaan ze aan boord. Vliegen ze over de reis waar ze gebruikt worden. De porseleinenkommen worden dan na het gebruik afgewassen, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. En de polystyrenenkommen komen meteen bij het afval. Het porselein uiteindelijk natuurlijk ook. Mm-hmm. Gemiddeld gaan ze ongeveer 20 keer mee en ook dan komen de porseleinenkommen bij het afval. Oké. Okay. Het eerste wat mij opvalt is het verschil in gewicht tussen de polystyrenenkom en de porseleinenkom. Spreekt dat niet in het voordeel van de polystyrenenkom? Het verschil in gewicht is inderdaad aanzienlijk. De porseleinenkom die weegt 210 gram en de polystyrenenkom weegt 27 gram. Het gewicht is heel erg belangrijk voor het vliegen, maar dat is natuurlijk één van de fases van de levenscyclus. Als ik naar de productie ga kijken van de kommen, moet ik ook naar de aantallen kijken. En ik heb 20 keer meer polystyrenenkommen nodig dan porseleinenkommen. En voor de productie betekent dat dat de polystyrenenkom twee keer meer milieubelasting geeft in vergelijking met de porseleinenkom. Dat klinkt niet zo goed, maar er zijn meer fases die van belang zijn. Dat klopt. Nou, de volgende fase is de distributie van de fabrieken naar de luchthavens. De polystyrenenkom komt uit Portugal en de porseleinenkom uit China. Als ik dan weer ga kijken naar wat distributie bijdraagt over de hele levenscyclus van de kommen, dan is dat voor allebei de kommen minder dan 1%. Oké, dat valt wel mee. En wat gebeurt er in de volgende fase? De volgende fase is het vliegen. En wat daar heel belangrijk is, is het feit dat je voor vliegen kerosine nodig hebt. En hoe minder gewicht er aan boord is, hoe minder kerosine de vliegtuigen gebruiken. Nou, minder kerosine is minder gebruik van fossiele grondstoffen en ook minder CO2-emissie. En op een heel vliegtuig scheelt het in gewicht ongeveer 25 kilogram. Ja. Dat lijkt niet zo heel erg veel, maar op alle intercontinentale vluchten van KLM scheelt dat 750 ton op een jaar. Mm-hmm. En dat is hetzelfde gewicht als dat van 200 olifanten. Dat is een hoop. Dus daar zit een hoop winst te behalen. Ja. Nou, wordt deze kom afgewassen. En wat gebeurt er met deze kom? De porseleinenkom wordt inderdaad afgewassen, wat aan zich een klein beetje milieubelasting veroorzaakt door warm water en zeepgebruik. Maar daardoor kan die opnieuw gebruikt worden. De polystyrenenkom wordt één keer gebruikt, komt bij het afval terecht, mag niet gerecycled worden, omdat die in aanraking gekomen is door het eten met dierlijke eiwitten, misschien van buiten de EU. En dat betekent dat die vernietigd moet worden. In Nederland worden de kommen verbrand, elders in de wereld gestort. Wat er bij verbranden gebeurt is dat de energie die erbij vrijkomt, de warmte, die wordt omgezet in elektriciteit. En dat geeft een milieubonus, want daardoor hoeven we geen conventionele elektriciteit meer op te wekken. Daar hebben we dus nog wat aan. Ja. Wat zijn nou je totale conclusies dit overziend? Over de hele levenscyclus veroorzaakt de polystyrenenkom 1/6 van de milieubelasting ten opzichte van de porseleinenkom. En dat geldt dan voor de situatie zoals we hem net besproken hadden, de intercontinentale vluchten van KLM. En die grote daling in milieubelasting die komt echt door dat gewichtsverschil met vliegen. Kun je dat nog vertalen naar een soort beeld waar we allemaal iets mee hebben? Die daling van de milieubelasting die is net zo groot als dat je 440.000 gloeilampen vervangt door een spaarlamp. 440.000, dat is? Alsof elk huis in Amsterdam één extra spaarlamp indoet. Oké. Ik zou het ook kunnen vergelijken met de milieubelasting van 9.000 ritten in de auto op en neer naar Oostenrijk. Ook die milieubelasting is net zo groot als de daling die we nu te pakken hebben. Zo is het helemaal duidelijk. Dankjewel, Suzanne. Graag gedaan.